Dat brengt mij wel op het volgende punt. Ik wil graag introduceren Brenda Langendijk, want die gaat een introductie doen van het mooie Dutch IC Square chapter. Brenda, ik wil je bij deze vragen, kan je je camera en je microfoon aandoen? Ik neem aan dat het ook de bedoeling is dat we dan gaan starten. Welkom iedereen, welkom bij het webinar van vanavond. Ik ben de huidige voorzitter en dat klinkt heel mooi, maar dat doe ik echt niet alleen. Dat is veel mensen die vrijwilliger zijn. En ik wil even de huidige boardmembers en ook alle voorgaande natuurlijk bedanken voor al het werk wat ze hierin steken. En niet te vergeten ook de eventcommissie. Want de eventcommissie maakt een webinar zoals deze mogelijk. En dit zijn allemaal vrijwilligers. Nu ik toch deze kans heb, wou ik een oproep doen voor vrijwilligers. Wij hebben wij kunnen een aantal meer gebruiken. Dat is de juiste benaming. Een voorbeeld daarvan is in de IT-commissie. Als je wil, meld je aan en dan gaan we het gesprek aan en dan gaan we verder. Heel graag daarvoor. Voor nu een hele fijne sessie met Rob en Jacco, begeleid door onze eventcommissie en vooral Bjorn. Dus Bjorn, terug naar jou. Yes, dankjewel Brenda. En ik ga straks toch nog even je schaamteloos een plug doen om nog een keer wat mensen voor vrijwilliger op te roepen. Maar goed. Voordat we daarmee gaan beginnen, wil ik eerst een introductie doen van Rob Augustinus. Rob, zou je alsjeblieft die camera aan willen doen en je microfoon? Ga ik jou voorstellen of ga je jezelf voorstellen? Volgens mij in de slides ga je jezelf voorstellen. Ja, dan ga ik me wel voorstellen. Dus, kijk, goed. Bij deze. Nogmaals, als u vragen heeft, ik kom net tot de ontdekking, de chat staat uit. Dus u kunt alleen de vragen stellen in de Q&A. Maar zeg daar dan eventjes bij voor wie het is. En dan ga ik die aan het eind van de presentatie, of tussendoor, ga ik die bij Rob neerleggen. The floor is yours, Rob. Ja, dan ga ik even proberen mijn scherm te delen. Momentje. Zien jullie wat nu? Nog niet. Oké, even nog wachten dan. Even kijken hoor. En anders dan doen we het eventjes anders. Even kijken. Scherm delen. Ah ja, wacht. Ja, ik zie al wat er is gebeurd. En nu? Yes, dat is hem. Dat is hem. Ja. Mooi. Nou, in ieder geval mooi dat ik hier mag spreken over het mooie onderwerp NIS 2. Network and Information Security Directive. Nou, eerst eventjes al beginnen met de agenda en een grote disclaimer. Wat ik nu ga vertellen is over een NIS-richtlijn die eigenlijk daar aan gaat zitten komen. Dus wat dat betreft is die nog niet definitief. En wat ik dus ga vertellen kan mogelijk niet accuraat zijn. En omdat er natuurlijk nog in het volop een ontwikkeling en het kan nog een en ander gaan veranderen. Even wat wij gaan allemaal zien deze avond, dat is dat ik wat vertel over mezelf en ook wat Agentschap Telecom doet, waar ik werk. Dan voor degenen die misschien nog niet zo erg bekend zijn met de huidige NIS-regeling en ook de wet beveiliging netwerken en informatiesystemen, wat over deze huidige zaken, wat we nu hebben. Dan een stukje over toezicht, wat Agentschap Telecom doet, wat is dat nou toezicht? Dan het eigenlijke onderwerp toekomstige NIS-regelgeving. Wat is er nu en wat verandert daar? En dan, ja, dan is er ook afronding en vragen, maar dat laat ik aan Bjorn over, om dat allemaal te begeleiden. Eerst even om mezelf. Nou ja, dan ben ik dus.
Ik ben momenteel specialistisch inspecteur bij Agentschap Telecom. Ik zit meer dan 20 jaar in de informatiebeveiliging. En om te laten zien hoeveel dat is. Ik weet niet of jullie... Nou, dat kunnen jullie niet zien. Maar ik heb eigenlijk een... wilde eigenlijk laten zien dat ik een Acorn Atom computer heb. Waar ik op heb leren programmeren. Basic en later in assembly. Dat was in 1981. Dus zo lang al. En sindsdien is natuurlijk veel veranderd. En je ziet ook dat de informatiebeveiliging eigenlijk van technologie, waar we in het begin heel boel waren met, bezig waren met firewalls en VPN's, is de laatste tijd ook wel toch wel de van people, technology en processes, zijn de people en de processes heel erg belangrijk geworden. En daar houden we ook ons mee bezig bij Agentschap Telecom. Om daarop toe te zien tot dat goed geregeld is. Ik zelf ben dus verantwoordelijk voor toezicht op de digitale infrastructuursector en digitale dienstverleners in het kader van de wet van beveiliging en netwerkinformatiesystemen. En wat dat nou precies inhoudt, dat zal ik zo dadelijk laten zien. Eerst, wat doet Agentschap Telecom? En daar moet ik gelijk al even iets gaan zeggen over een naamsverandering, want Agentschap Telecom zal per 1 januari volgend jaar een nieuwe naam gaan hebben. Dat is de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur. Omdat wij van origine natuurlijk kennen sommige mensen, met name de zendapparateurs, ons van natuurlijk van de radiocontroledienst, die allemaal geen zendpiraten ging op zoeken en uit de lucht halen. Nu is er toch wel een heleboel aan veranderd. En ons motto is eigenlijk voor een veilig en verbonden Nederland. En met name kijken wij naar digitale infrastructuur in de breedste zin van het woord. We hebben in ieder geval ook als belangrijke neventaak het digitaal weerbaarder maken van Nederland. Als je gaat kijken waar wij allemaal actief zijn, dat is op een heleboel gebieden. Wij zitten dus op telecommunicatie, we houden ook toezicht op de telecomproviders. We zitten ook op authenticatiediensten toezicht, op natuurlijk de radiofrequenties en ook meteorologie. Zeg maar, als je een kilo hebt, is het wel goed als een kilo ingesteld op je weegschaal. En we zitten tegenwoordig ook nog in space. Op de wet ruimtevaartactiviteiten. Dus op een heel erg breed gebied. En wij zijn ook groeiende. En natuurlijk ook wij zijn ook weer op zoek naar mensen. Zelf zit ik in het team WBNI Toezicht. Dat is de wet beveiliging, netwerk en informatiesystemen. Nou, wij houden toezicht op twee sectoren. Energiesector. Waar dus nu momenteel de netbeheerders in zitten. Dat zijn dus de bedrijven die zorgen voor de distributie van je elektriciteit. Zoals Tennet landelijk. En dan heb je nog de regionale netbeheerders. Zelf houden we ons bezig met toezicht op de digitale infrastructuursector. En daar zitten de twee grootste internet exchanges in van Nederland. En ook de CCTLD, de Country Code Top Level Domain Registry. Nou, er is er maar eentje van in Nederland. Die houdt toezicht, dus op, of die is bezig dus met .nl-domeinen en dat is SIDM. Daarnaast ben ik ook betrokken bij toezicht op de Digital Service Providers. Dat zijn best wel een heleboel, meer dan 500, want daar zitten clouddiensten onder. Online marktplaatsen, zoals bijvoorbeeld een marktplaats. Maar ook platformen zoals Thuisbezorgd bijvoorbeeld. En onze online zoekmachines, voor zover we die hebben in Nederland. En er zijn er maar een paar. Daarnaast komen er ook nog 30 nieuwe zeg maar partijen bij onder ons toezicht. En 2023, volgend jaar, dat zijn bijvoorbeeld energieproducenten. En ook DNS. Service providers, die worden dan ook aangewezen
En dat gaat dan op een, dat ze een brief krijgen, dat ze onder toezicht gaan vallen. Wij kennen eigenlijk twee soorten partijen. AID's, staat hierop. Dat zijn aanbieders van essentiële diensten. En dan de digital service providers, digitale dienstverleners. Op de AID's houden wij proactief toezicht. Dat wil zeggen, wij komen erbij langs. Wij doen ook regelmatig inspecties erbij. Op de digital service providers, daar houden wij reactief toezicht. Dat wil zeggen, wij komen alleen aan actie als er een iets is waarvoor we moeten langskomen. En dat is dus een incident. Als dan de dienstverlening uitvalt, of in sommige gevallen als we een datalek hebben, of een andere issue. In ieder geval, het moet in ieder geval ook moeten zij dat melden als het boven een bepaald criterium uitkomt. Nu een stukje over de huidige NIS en de WBNI-regulering. De Directive on Security of Network and Information Systems, kort gezegd de NIS, die is al een tijdje. Die is ingegaan in 2016. En dat is eigenlijk de eerste EU-brede regelgeving op cybersecurity gebied. En deze regelt een heleboel, met name ook dat er lidstaten nationale CSIRTs moeten oprichten, zoals NCSC. En ook regelt ook samenwerking tussen de lidstaten voor het zeg maar handhaven van deze NIS, door middel van de NIS Cooperation Group. Dat is een soort samenwerkingsgroep. Plus nog zelfs workstreams. Dat zijn groepen die meer in detail allerlei zaken uitwerken. In ieder geval qua samenwerking tussen EU-lidstaten. En ik zit bijvoorbeeld in twee van zulke workstreams. Daarnaast hebben we dus de wet beveiliging net voor een informatiesystemen. Het komt omdat de NIS is eigenlijk een richtlijn. En de richtlijn is iets anders als een EU-wet, zoals de AVG of de GDPR. Een EU-wet, dat is gewoon een wet op Europees niveau. Die moeten alle lidstaten zo uitvoeren zoals die daar staat. Een richtlijn is een, nou, de naam zegt er al, richtlijn. En daar hoort dan een soort vertaling bij naar nationale wetgeving. De wet beveiliging netwerk en informatiesystemen is eigenlijk de vertaling van de Europese NIS-richtlijn. Dit is om te zorgen dat er een soevereiniteit tot lidstaten het toch op hun eigen manier kunnen invullen. En politiek gezien was daar behoefte aan. Ook bij de NIS 2 gaat dat ook zo op dezelfde manier. Alleen maar voor bepaalde categorieën van onder toezicht gestelden die daaronder vallen, in dit geval de digital service providers, hebben we wel nog wel een stukje extra daarbij. En dat is de NIS-uitvoeringsverordening. Uitvoeringsverordening die geeft dus elke bepaalde zaken staan daarin die wel in iedere lidstaat op dezelfde manier geregeld moeten worden. Dit is dus voor de digitale dienstverleners, want dat zijn partijen die juist, zoals clouddiensten bijvoorbeeld, die in meerdere lidstaten actief zijn. En waarom hebben ze dat gedaan, zo'n extra uitvoeringsverordening erbij? Omdat het toch wel bijzonder ongemakkelijk is als je als clouddienstverlener, die actief is in meerdere lidstaten, dat je dan met in elke lidstaat met een andere regelgeving hebt te maken. In het rechterplaatje zie je een aantal sectoren staan, zoals die bij de huidige NIS daar is geregeld. En dat zijn bijvoorbeeld sectoren zoals digitale dienstverlener, maar ook energie, ook transport, financiële sector. En momenteel hebben wij een aantal toezichthouders. AT staat voor Agentschap Telecom natuurlijk. Een ILT voor inspectie leefomgeving en transport. En die houdt bijvoorbeeld toezicht op transportsector, maar ook op drinkwaterbedrijven en dergelijke. En de DNB die houdt toezicht op
de financiële partijen in het kader van de WBNI, maar natuurlijk ook in het kader van andere wetten. Een stukje over de wet beveiliging en netwerk en informatiesystemen. Dat is dus eigenlijk de vertaling dus van de NIS-richtlijn. En er staan twee belangrijke elementen in, zorgplicht en meldplicht. Zorgplicht wil zeggen dat bedrijven dienen te zorgen dat ze hun cybersecurity op orde hebben. Dat er een risicomanagement moet zijn. En dat ze organisatorische en technische passende maatregelen moeten nemen om hun netwerk en informatiesystemen te beveiligen. Daarnaast is er ook nog de meldplicht. Dat wil zeggen dat bedrijven en organisaties die onder de WBNI vallen, incidenten moeten melden aan de toezichthouder en aan het C-Cert als die boven een bepaalde drempel uitkomen. Dat wil zeggen zoveel gebruikers getroffen of zoveel impact in financiële zin. Dat staat allemaal in de WBNI of voor DSP's in de uitvoeringsverordening. De uitvoeringsverordening is dus deze, de Implementing Regulation. En daarin staan dus voor elke, in elke lidstaat is het hetzelfde criterium wanneer je een incident moet melden als DSP. En ook staan er een aantal beveiligingsmaatregelen in die je moet nemen. Bijvoorbeeld dat je incident management moet hebben ingeregeld, dat je een risicoanalyse moet hebben uitgevoerd, dat je een WCM moet hebben. Dat soort zaken. Wel redelijk high level. Vervolgens een stukje over toezicht. En dan ga ik me natuurlijk met name spreken over het toezicht wat Agentschap Telecom bezigt. Wij hanteren het uitgangspunt van systeemtoezicht. Systeemtoezicht is gebaseerd op een aantal zaken. En dat is open normen. Dat wil zeggen, wij gaan niet voorschrijven of bedrijven, dat bedrijven eigenlijk een ISO 27001 moeten geïmplementeerd hebben of gecertificeerd moeten zijn. Als zij NIST, Cybersecurity Framework willen hanteren of International Security Forum standaard, is dat ook prima. Het is een ander raamwerk met andere uitgangspunten, maar de principes zijn hetzelfde. Zolang ze maar dingen hebben geïmplementeerd zoals bijvoorbeeld risicomanagement en maatregelen. We kijken dus ook niet naar welke maatregelen tot ze precies hebben geïmplementeerd. Dat wil zeggen, we gaan niet met een lijstje werken van je moet two-factor authentication voor die en die dienst hebben en dan dat. Wij hanteren het principle-based. En dat wil zeggen, op doelstellingenniveau gaan we kijken. En hoe je die doelstellingen bereikt, dat kan op verschillende manieren. Het kan ook zijn dat je compensating controls hebt. Wij kijken echt, proberen ook een beetje maatwerk te leveren. Daarnaast richten we ook ons op processen. Hoe zijn processen ingeregeld bij bedrijven? Risicomanagementproces bijvoorbeeld. En daarbij kijken we niet alleen maar naar het proces zelf. Staat dat op papier? Wordt dat ook nageleefd? Maar we doen ook reality checks, tot bij elk steekproeven nemen. En kijken naar, als je een change management proces hebt, dat heel mooi staat opgeschreven. Laat maar eens zien hoe zo'n change is uitgevoerd. Dan pikken we eentje eruit en dan kijken we daarna. Dus eigenlijk, je kunt het een beetje vergelijken met een audit, maar dat is toch niet helemaal hetzelfde. Wat we wel willen is ook sturen op continue verbetering. Uitgaand van het zelflerend vermogen van organisaties. Want de techniek staat niet stil, de ontwikkelingen staan niet stil. En het hele veld van informatiebeveiliging, cybersecurity, is natuurlijk heel dynamisch. We gaan ook uit van het lerend effect van incidenten. Dat wil zeggen, wat wij niet willen, is dat
bedrijven en organisaties onder ons toezicht incidenten onder de tapijt gaan schuiven en het vooral niet gaan melden aan de toezichthouder. Het is niet zo dat als er iets misgaat, tot je dan gelijk, terwijl binnenkomen met het vingertje van hey, dat is een boete. Dat willen wij niet, want wij gaan gewoon kijken van wat is er gebeurd. En hoe kunnen we dit in de toekomst voorkomen? Ja, het is wel natuurlijk zo, als er sprake is van ernstige nalatigheid, dan is er wel een ander verhaal. Maar juist als je op een basis werkt van vertrouwen en professionaliteit, dan kun je als toezichthouder en als organisaties een goede samenwerkingsvorm vinden om juist de boel beter te maken. En ook willen wij een frisse blik van buiten zijn die organisaties scherp houdt, tot je af en toe over de schouder meekijkt. Dat allemaal om Nederland digitaal weerbaarder te maken. Nou, hoe voeren wij als WBNI-team agentschap telecom het toezicht uit? We hebben eigenlijk drie soorten toezicht. Dat is het basistoezicht en dat is voornamelijk van toepassing op de aanbieders van essentiële dienst, proactief toezicht. En daar gaan we vooral werken met reguliere inspecties. Dat zijn inspecties die heel erg in de breedte ingaan, maar niet erg in de diepte. Daarnaast hebben we thema-inspecties. En thema-inspecties is juist als je een bepaald onderwerp uitdiept. Bijvoorbeeld BCM of supply chain management. En die thema's die kiezen we soms verschillend per AID of per sector. Want bij de ene sector die kent bijvoorbeeld risico's op een bepaald aspect en die andere weer op ander. Voor netbeheerders liggen de risico's weer op een heel ander vlak. Misschien op OT-vlak juist. Terwijl je bij bijvoorbeeld internet exchanges, die hebben te maken met ontzettend veel wijzigingen tot het weer op change management ligt. En zo kun je dus iedere keer weer een ander thema kiezen. Daarnaast doen we ook thema toezicht, en dat is weer iets anders. Dat is, wij willen in ieder geval ook natuurlijk in contact treden met de sector. We organiseren soms bijeenkomsten. We hebben bijvoorbeeld een bijeenkomst voor WBNI in samenwerking met IC-Squared in 2019 georganiseerd. We doen ook publicaties. We hebben een publicatie over Border Gateway Protocol, Best Practices. En we doen ook af en toe verschijnen we in de media. En daarnaast werken we natuurlijk ook veel met organisaties, met brancheverenigingen. Bijvoorbeeld ook voor DSP's met de Dutch Cloud Community of met Brainport. Daarnaast nog incidentgestuurd toezicht. En dat is dus als er in iets gebeurt, dan komen wij wel langs en dan gaan we kijken. Inderdaad, wat gebeurt er? Wat is er gebeurd? Hoe is de toedracht? En we verwachten natuurlijk ook van organisaties dat ze een goede root cause analysis doen. En ook goede mitigerende maatregelen opstellen daarvoor. Als het nou iedere keer consistent fout gaat, dan gaan we in een wat minder leuk traject. Tot daar dan toch wel dingen moeten gebeuren en ook dingen niet goed zitten. En dan kom je meer in de handhaving en in de verscherpt toezicht. Gelukkig is er nog niet veel hoeven te gebeuren. Nou, wat heeft 4 jaar aan ons toezicht nou opgeleverd? Nou, we zijn heel actief geweest, dat zeker. Als je gaat kijken naar de linker kolom, dan zie je daarin het toezicht, het proactieve toezicht voor netbeheerders en internet exchanges. Dat is al gestart vanaf eind 2018, november 2018, toen de WBNI inging. En dat gaat, als er partijen onder ons toezicht komen, dan krijgen ze eerst een aanwijzing. Dan houden we een informatiesessie met hun, waar wij ze allemaal langskomen om over ons te vertellen en toezicht algemeen. Dan krijgen we een kennismaking individueel, een inventarisatie, een baseline scan, hoe staat hun beveiliging ervoor. En dan volgen de inspecties. Een eerste thema-inspectie bijvoorbeeld in 2020 bij deze partijen. 2021 een reguliere inspectie. En nu zijn we weer met een thema-inspectie bezig. In de middelste kolom zie je energieproducenten. Die zijn ondertussen al
aangewezen aantal. En daarbij heb je ook aanwijzing, weer informatiesessie, kennismaking. Dat hebben we allemaal in vorig jaar gepropt. En nu zijn we bezig met inventarisatie. En zo gaat het voort. De digital service providers, de partijen onder zeg maar, reactief toezicht, die zijn, daar is natuurlijk een andere benadering. Daar kun je niet bij langs gaan. We hebben wel een informatiesessie met gehouden. Maar dat is ook wel een uitdaging. Hoe ga je bijvoorbeeld een groep van 500 partijen, hoe ga je daarmee om qua toezicht? En daarbij hebben we dus onderzoek gedaan. Nou, wat is de beste manier om ze te benaderen? Welke brancheverenigingen? We hebben ook enquêtes gehouden onder hun. We hebben een toezichtsplan opgesteld van, goh, dat gaan we doen. En daarnaast hebben we bijvoorbeeld als onderdeel van het toezichtsplan hebben we een self-assessment opgesteld, waarmee deze partijen voor zichzelf kunnen nagaan in hoeverre tot ze voldoen aan de BBNI. En dat soort zaken, dat is nog altijd continu een verandering. Daar werken we dus continu aan, ook om het zeg maar beter maken van ons toezicht. Daarnaast hebben we natuurlijk aan de rechterkant hebben we dat thema toezicht, een aantal zaken wat we hebben gepubliceerd in de loop der tijd. Nou, nu een verhaal dus over de toekomstige NIS 2 regelgeving. De NIS 2 in een nutshell, nou, dus de opvolger van de huidige NIS Directive, dat is duidelijk. Het belangrijkste verschil is dat er veel meer sectoren onder gaan vallen. Ook een verschil is dat, dat de security maatregelen, die zijn explicieter omschreven, uitgebreider. De toezichtsbevoegdheden van de toezichthouders dus, die zijn ook scherper omschreven. Er is wel meer harmonisatie. Toezicht, dat wil zeggen meer partijen vallen onder gelijksoortige regels die voor elke lidstaat hetzelfde zullen zijn. Het goede nieuws is ook dat wij als Nederland behoorlijke inbreng hebben hierin. We hebben Bart Groothuis, die is rapporteur van het Europese parlement voor de NIS 2. En wij zijn ook, onder andere natuurlijk, Agentschap Telecom is behoorlijk goed vertegenwoordigd in de EU-werkgroepen. Ook EZK en Justitie en Veiligheid. Zitten allemaal mensen in de NIS Corporation Groep bijvoorbeeld. En ook in specifieke werkgroepen die bijvoorbeeld werken aan de security-richtlijnen voor, ik zeg maar iets voor DNS. De NIS 2, die zit nu eigenlijk in het eindstadium. 10 november is die door het Europese parlement aangenomen. Dus ja, er zijn uitgebreide consultaties geweest in het verleden. Ja, nu zijn er dus weinig mogelijkheden meer tot beïnvloeding van de NIS 2 zelf. Maar het wetgevingstraject is nog niet helemaal afgerond. Natuurlijk moet er ook een aanpassing komen van de BBNI. Maar er zijn ook zogenaamde implementing acts die nog uitgewerkt moeten worden. Dat zijn bepaalde wetten, zoals wat ik net vertelde over de DSP's. Zo heb je straks ook bepaalde wetten voor entiteiten, voor bedrijven, organisaties die in meerdere lidstaten actief zijn. En daar komen nog bepaalde aanvullende wetten die dan security maatregelen voorschrijven die in elk EU-lidstaat gelijk moeten zijn. De meest recente versie van de NIS, die zie je onderaan staan in deze slide. Daar staat de locatie bij het Europees parlement. Kun je hem downloaden. Nou, meer sectoren dus, zoals ik had gezegd. Er komen waar we nu op dit moment aparte wetgeving hebben voor de telecommunicatie, komt telecommunicatie onder de NIS 2 te zitten. Ook afvalwaterverwerking bijvoorbeeld, maar ook fabrikage van bepaalde producten komt eronder. Voedselverwerking komt eronder, de space. Ook post
en bezorgdiensten. Digital services, dat wil zeggen dat is een heleboel andere zaken nog. Die komen er ook nog bij, zal ik zo dadelijk wel meer laten zien. En ook public administration, overheid. Wij moeten er zelf ook natuurlijk aan gaan geloven. En daar zal ook een toezichthouder voor komen. Een verschil tussen de huidige NIS en tussen de NIS 2 is dat we toch wel net andere begrippen hebben. Qua, zeg maar, hoe organisaties worden benoemd. We hebben nu een onderscheid tussen aanbieders van essentiële diensten, de AED's. Met proactief toezicht en de digital service providers van reactief toezicht. Straks hebben we essentiële entiteiten en belangrijke entiteiten. Eigenlijk kun je de essentiële entiteiten vergelijken met de AID's en de belangrijke met de digital service providers qua toezicht. Maar er zitten toch wel een aantal verschillen in. In ieder geval, waar nu aanbieders van essentiële diensten afzonderlijk moeten worden aangewezen, is straks dat alles wat in een bepaalde sector valt, die ik zo dadelijk laat zien, en wat bedrijven die dan, organisaties die meer dan 250 FTE's hebben, medewerkers hebben, of meer dan 50 miljoen jaaropzet, of meer dan 43 miljoen euro aan balanstotaal, die vallen daaronder. Daarnaast zijn er een aantal partijen, zoals telecomdiensten, trust service providers, bijvoorbeeld authenticaties, CCTLD's en DNS service providers die daaronder vallen, ongeacht de grootte. Hoe dat precies gaat uitvallen en hoe je dat moet interpreteren, daar kan soms ook nog wel eens wat, daar moet nog wat op gestudeerd worden. Er zijn ook een aantal wijzigingen, specifiek met betrekking tot deze essentiële entiteiten, die we nu op 10 november hebben gezien. Het is nog op het laatste moment aan gesleuteld. Dus ook voor ons is dat even goed kijken. Wie valt er nou allemaal wel en niet om? Daarnaast hebben we nog de belangrijke entiteiten. En die zijn dan alles wat groter is als 50 FTE of 10 miljoen jaaropzet of balans totaal vallen eronder. Voor degene die dan niet ondervallen, staat... dan zou je dan kunnen zeggen van ja, die vallen niet onder. Maar er is een bepaling nog dat lidstaten entiteiten buiten scope moeten aanwijzen. Omdat ze bijvoorbeeld van nationaal belang zijn, van kritisch belang zijn. Dat wil zeggen dus als je bijvoorbeeld een dienstverlener hebt die bijvoorbeeld heel belangrijke diensten levert voor de overheid. Bijvoorbeeld politie of een andere dienst die heel belangrijk is voor Nederland. Dan mogen wij die aanbieden, aanwijzen. En dan, ongeacht uit hoeveel medewerkers dat die organisatie of dat bedrijf bestaat. Hier een overzichtje van wat allemaal onder toezicht valt van Agentschap Telecom op dit moment. Aan AED, en wat straks essentiële entiteiten worden. En een blauw highlight. De nieuwe partijen. We hebben dus nu de netbeheerders. En elektriciteitsopwekking ook straks. Olie, gas. Maar straks komt ook waterstof, productie en opslag. En distributie onder te liggen. Bij de sector digitale infra hebben we nu internet exchanges, de DNS service providers. Komt straks. En de TLD. Name registries, dus de SCDN's van deze wereld, die vallen eronder. Straks komen daar onder proactief toezicht, wat nu nog onder reactief toezicht zit, zijn bijvoorbeeld de cloud computing service providers, de clouddiensten, die komen straks onder dus proactief toezicht te vallen. Maar ook datacenter service providers, content delivery networks, trust servers en zo meer. Daarbij moet wel gezegd worden voor de cross-border entities, voor de bedrijven die in meerdere lidstaten actief zijn, zal de jurisdictie
Dat wil zeggen, dus de verantwoordelijke toezichthouder, die zal diegene zijn waar die organisatie ook zijn Europees hoofdkwartier heeft. Bijvoorbeeld een Google die zijn hoofdkwartier, een Europees hoofdkwartier in Ierland heeft, zal de verantwoordelijke toezichthouder voor Google in dit geval, als een voorbeeld, in Ierland liggen. Daarnaast hebben we ook nog nieuwe sectoren. ICT Service Management, dat zijn Managed Service Providers en Managed Security Service Providers. En een sector space, heel leuk. Dat zijn ook partijen van ground-based infrastructures. Dan hebben we nog de belangrijke entiteiten. Belangrijke entiteiten zijn dus die partijen die dus onder reactief toezicht vallen. Dat zijn dus best wel een heleboel die erbij komen. Waar dat eerst dus de digital service providers, nu worden het fabricage sector van bijvoorbeeld medische apparatuur. Maar ook computer, electronic en optical products. Ook bedrijven die bijvoorbeeld bussen maken of voertuigen. Dan nog fabricage van chemicaliën, voedselproductie. En bij de sector digital providers zijn de clouddiensten dus verhuisd naar de essentiële activiteiten. En daarvoor in de plaats zijn dus de sociale media platformen gekomen, zoals een Facebook. Als je nog even gaat kijken, nou, wat zijn de belangrijke veranderingen verder? Er wordt dus meer toegelegd op zeg maar, meer toezicht, ja, explicieter toezicht, explicieter geschreven. Meer samenwerking, waarbij bijvoorbeeld een Cyclone, een Europese organisatie, komt voor het bestrijden van cybersecurity crisissen. En er wordt ook speciale aandacht zeg maar besteed aan risk management, maar ook aan supply chain security. En ook is er een clausule opgenomen over aansprakelijkheid van bestuurders van bedrijven voor zeg maar de security. Omdat toch wordt onderkend dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt niet bij de security officer, maar bij de directie. Die heeft de eindverantwoordelijkheid. En als het daar ook goed misgaat, dan zal zij ook uiteindelijk moeten worden aangesproken erop. Uitbreiding toezicht. Nou ja, nu is er sprake van in de huidige NIS van beperkte onderzoeksbevoegdheden. Daar staat een artikel in van competent authorities have the powers and means to require operators of essential service to provide informatie bedoeld voor het toetsen van hun security. En tot ze ook security policies moeten overleggen en evidence of the effective implementation. Dit staat in de nieuwe NIS. Expliciet omschreven tot de toezichthouder on-site inspections mag uitvoeren, including random checks. Tot ze ook reguliere en toegespitste security audits mogen uitvoeren. En ook ad hoc security audits, wanneer ze dat willen. Tot ze zelfs security scans mogen uitvoeren. Dat ze dus ook informatie maken op vragen over allerlei cybersecurity measures. Ook data mogen opvragen. En ook de requests for evidence of implementation of cybersecurity policies. Nou ja, maar ook resultaten van security audits. Dit staat er nu explicieter in omschreven, maar in feite doen wij dat als agentschap Telecom al vandaag al. Dus wat dat betreft zal het niet zoveel voor ons toezicht althans veranderen, maar voor sommige lidstaten zal dat wel waarschijnlijk gevolgen hebben, dat ze daar toch wel een tandje bij moeten zetten. Ook staan hier
de security maatregelen die onder toezicht gestelden moeten, waar ze aan moeten voldoen, die staan daar wat scherper in omschreven. Dat je in ieder geval altijd een risicoanalyse moet hebben, dat je moet bewust zijn van welke risico's spelen nou voor jouw bedrijf en welke impact mogen ze hebben. Bijvoorbeeld business impact analysis, dat soort zaken, RTO, RPO, dat soort zaken moet je ook wel helder hebben en hebben beschreven. Incident handling, dat je daar dingen voor moet hebben geregeld. Incident management procedures, business continuity. Ja, het zijn eigenlijk toch wel redelijke basics, vind ik, die elk bedrijf eigenlijk zou moeten hebben. En dat staat er nu wat beter in omschreven, maar daar toetsen wij ook al op. Strengere meldplicht. Daar is wel een ding. Nu is het zo dat er een beetje vage omschrijving staat dat operators of essential services so notify without undue delay de toezichthouder of CCERT. Nou, straks is het zo dat er dat incidenten moeten gemeld worden binnen 24 uur. En dat er binnen 72 uur een definitieve melding moet komen, waarin dus in detail staat beschreven wat er is gebeurd. En binnen één maand moet er een eindrapport komen met een impact analyse, een root cause analysis en mitigerende maatregelen en dergelijke. Ook komen daar EU-brede boetes. In de huidige staat dat nog redelijk vrijblijvend voor iedere lidstaat. Welke boetes dat ze kunnen opleggen. In de nieuwe NIS komt het neer op in ieder geval kun je tot een maximum van 10 miljoen euro of 2% van de totale wereldwijde omzet een boete opleggen. Bij ons is dat nu 5 miljoen euro als toezichthouder op de WBNI. Maar straks kun je dus tot 10 miljoen gaan. Daarnaast is ook nog die aansprakelijkheid van de bestuurders. Dus hierin staat, member states shall ensure that the management bodies of essential and important entities approve the cybersecurity risk management measures taken by those entities in order to comply. And can be held liable for the non-compliance by the entities with the obligations under this article. Dus daar wordt echt ook ingezet op aansprakelijkheid van de bestuurders, zodat daar ook, commitment kan worden gevraagd voor het beleid zoals dat uitgevoerd wordt door de security mensen binnen het bedrijf. Ook komt er een entiteitenregister. Nu worden organisaties onder toezicht nationaal bijgehouden. Straks komt er een Europese lijst, in ieder geval voor cross-border entities. Daarnaast, voor die niet-cross-border entities, zullen bedrijven onder toezicht zichzelf dienen bekend te maken bij de toezichthouder dat ze onder het toezicht vallen. Dus alle bedrijven, en dat zijn dan boven een bepaalde grens, boven die 250 medewerkers, die zullen zelf moeten nagaan, val ik eronder? En zo ja, dan moet ik me melden bij de toezichthouder van, hé, ik val onder jullie toezicht. Dan nog het stukje over coördinatie van cybercrisissen. Nu hebben we een netwerk, een samenwerking tussen verschillende CCERTs, de NCSC's, in de verschillende lidstaten. En straks komt er ook een EU Cyclone, een organisatie voor de EU, gecoördineerde aanpak van grootschalige cybercrisissen die meerdere lidstaten overstijgen. Ook belangrijk is dat het aantal organisaties gelijke behandeling krijgt in elke EU-lidstaat qua security maatregelen en qua meldplicht. Dat zal nu uitgebreid worden.
En daarin zitten bijvoorbeeld bedrijven zoals DNS Service Providers, TLD, Name Registries, Cloud Computing Service Providers, Data Center Service Providers, CDN's, Managed Service Providers, maar ook online marketplaces, en zoekmachines, social networking platformen, die vallen er allemaal onder. En daar komen nog aanvullende implementing acts, waarin wordt geregeld welke maatregelen dat ze precies aan moeten voldoen. Zoals eerder gezegd, de jurisdictie, dus met welke toezichthouder je als cross-border bedrijf te maken hebt, dat wordt bepaald waar je hoofdkwartier hebt zitten. Dan een klein stukje over de Security Act, Cyber Security Act. Dat is een andere wet en die regelt certificering waar bepaalde eisen in zijn opgenomen en waarin dan bedrijven aan moeten voldoen. De CSA regelt namelijk de certificering van producten, diensten en processen, dus ook apparatuur. En de relatie met de NIS 2 is dat lidstaten mogen entiteiten opleggen dat ze gecertificeerde producten, diensten of processen moeten afnemen. En dat zijn dus, kunnen bijvoorbeeld overheidsdiensten zijn, of belangrijke andere bedrijven, zoals waterleidingbedrijven of andere bedrijven, tot die in ieder geval gecertificeerde clouddienstverleners alleen maar in de arm mogen nemen. En als je gecertificeerd bent, dan heb je ook een, dat betekent dat er een vermoeden is van NIS 2 compliant. Alleen maar, dat is niet hetzelfde. Als jij gecertificeerd bent in onder de Cyber Security Act, in het kader van de Cyber Security Act, er hoort dan ook een hele, ook weer toezicht op, met een raad van accreditatie en dergelijke. Dat is allemaal heel mooi, maar het kan, als je dan een incident krijgt, en wij komen als NIS 2 toezichthouder, wie niet toezichthouder langs, dan kan het toch zijn dat wij bepaalde dingen ontdekken, dat wij bevindingen vaststellen, dat je niet compliant bent met de NIS 2, ondanks dat je gecertificeerd bent. Maar het is hetzelfde als dat je een SOC 2-verklaring hebt en een ISO 27001-certificering. Dat betekent ook niet dat je helemaal gevrijwaard bent. Want het kan best wel zijn dat of de certificering niet goed is uitgevoerd, of dat er dingen ondertussen zijn veranderd, of dat de scope niet goed is omschreven van de certificering. Waardoor er toch bepaalde zaken weer buiten vallen die belangrijk zijn voor je dienstverlening. En dus daar kunnen altijd nog verschillen tussenin zitten. Maar dat is in ieder geval wel een vermoeden tot compliance. Dus ja, net zoals ik eerder zei, Cyber Security Act is dus een EU-breed cybersecurity certificeringsstelsel. Daar zitten ook 3 assurance niveaus in. Dus de mate van zekerheid waarin vastgesteld is tot je aan de certificering voldoet. En dat is hoog substantieel aan basis. Ook lidstaten zullen een National Cyber Security Certification Authority hebben. En in dit geval zal ook Agentschap Telecom een NCCA-functie vervullen. Dat is natuurlijk wel een compleet andere afdeling als dat wij, zeg maar, als BBNI-team zijn. Als laatste slide, uitdagingen en impact. Dus er gaan een heleboel veranderen. Ontzettend veel. Vooral zullen veel meer bedrijven, als wat nu er is, zullen te maken krijgen met de NIS 2. Daarnaast is het ook zo dat de NIS 2 die werkt diep door in diverse ketens. Je zal als bedrijf misschien zelf niet ermee te maken krijgen, maar ook jouw leveranciers. En misschien zal jij als bedrijf worden geacht om ook een certificering te vereisen van een leverancier. Daarnaast is het ook zo dat wij als toezichthouder uitdagingen krijgen. Wij zullen meer toezicht moeten doen met relatief minder mensen. Kijk, wij kunnen natuurlijk wel honderden inspecteurs erbij pakken. Dat werkt niet zo. We zullen veel meer risicogericht en informatiegestuurd toezicht moeten gaan
zeg maar uitoefenen. Daarnaast is het ook zo dat sommige entiteiten kunnen binnen meerdere sectoren vallen. Tot er meerdere toezichthouders ook een principe ervan zijn. En daar willen we natuurlijk vermijden tot er ineens drie verschillende toezichthouders bij jou op de stoep gaan staan. En daar is ook een noodzaak tot samenwerking. En die besprekingen die zijn nu al reeds gaande. Dus dit is eigenlijk mijn presentatie. Misschien zijn er al vragen, maar dat laat ik dan even over aan Bjorn. Ja, Rob, die zijn er zeker weten. Oké. Ten eerste dank je wel voor deze zeer uitgebreide introductie van wat er op ons af gaat komen binnenkort. Ik hoop dat het voor veel mensen niet de eerste keer is dat ze hier iets over horen. Ik heb in de Q&A toch een aantal vragen. Er zijn er al een aantal opgepakt door Brenda. Eentje daarvan is, wordt de presentatie ook beschikbaar gesteld? Nou, volgens mij hebben we in onze proefsessie zijn we overeengekomen dat de slides gedeeld mogen worden. Dus die zullen nadat de opname is afgerond en netjes eventjes is opgeruimd aan het begin en aan het eind, zullen zowel de slides als de video beschikbaar worden gesteld. Ja. Die wordt wel als PDF aangeboden, geloof ik, toch, Rob? Ja. Mooi zo. Ja. Dan heb ik hier een vraag staan. Sector gezondheidszorg, betreft dat alleen de cure, de ziekenhuis en klinieken, of ook de care sector, de verpleeghuis en thuiszorg? Daar zou ik zelf als agentschap telecom niet antwoord op kunnen geven. Nu momenteel valt de gezondheidszorg niet onder de NIS. Die komt er wel straks onder te vallen. Waarschijnlijk gaat IGJ als toezichthouder optreden hiervoor. En zij kunnen waarschijnlijk daar meer over zeggen. Dus ja. Daar wil ik mijn vingers eventjes niet aan branden, tot ik dingen ga vertellen die niet juist zijn. Nee. Nou, ik zag twee vragen die Brenda ook al heeft beantwoord. Er staan een aantal self-assessments voor de WBNI genoemd. Die staan ook in de Q&A genoemd, maar die komen later nog weer een keer terug. Mogelijk, als die vragen daar beantwoord worden, geeft dat in ieder geval een duw in de goede richting. Dat hoop ik. En anders dan zal dat in termijn wel komen, denk ik. Ja, we hebben in ieder geval een self-assessment momenteel gepubliceerd op onze website voor die digital service providers, dus voor de clouddiensten en de online plaatsen. Nou, daar heb je ook meteen een volgende vraag beantwoord. Is de DSP self-assessment ook beschikbaar om in te zien? Je kunt de vragen beantwoorden, maar ook de voorwaarden, die staan daarbij, denk ik dan. Ja, er staat, en ook mensen kunnen ook een PDF zeg maar zelf downloaden met de resultaten. Even nog een opmerking erbij. Het zelfassessment is volledig anoniem. Dus wij kunnen niet zien wie het heeft ingevuld. We kunnen ook geen resultaten zien. We zien alleen maar wat metadata, zoals statistieken. Voor de rest is het ook puur en alleen bedoeld voor inzicht te krijgen in digital service providers. Van hoe sta ik ervoor? Doe ik het tegenover anderen? En natuurlijk, als zij vragen hebben, dan kunnen ze ons natuurlijk mailen. En vragen zijn altijd welkom en ook vrijblijvend. Ja, maar die zullen waarschijnlijk dan niet meer anoniem zijn, denk ik. Die zijn niet meer, niet meer. Nee, dat zal wel erg naïef zijn als je dat. Nee, maar ik bedoel, wij laten het gewoon over aan de bedrijven en organisaties zelf om dan die anonimiteit natuurlijk te laten vallen en als ze contact met ons willen hebben hierover. Ja. Ik denk dat er straks bij Jacco in de sessie komt er ook nog het een en ander naar voren. Er wordt hier heel eventjes onder de panelists onderling, is het een idee om na afloop de vraag en antwoord uit de Q&A te verzamelen. Die heb ik net gekopieerd, dus ik ga straks nog heel even met Rob, ga ik wat antwoorden doornemen, of die ga ik in ieder geval heen en weer sturen. Dus die zullen dan ook misschien eventjes in een aparte PDF bij de slide decks gedeeld kunnen worden, want dat vind ik eigenlijk wel een goeie. Ja. Er is nog een vraag over, waarom is de defensieindustrie nog niet toegevoegd aan de lijst van essentiële infrastructuur, of valt die onder overheid? Ja, dat is ook een goede.
Die valt in ieder geval niet, die gaat hoogstwaarschijnlijk niet onder ons toezicht vallen. Defensie-industrie zit daar niet direct onder, tenzij we het hebben bijvoorbeeld over manufacturing van bijvoorbeeld optische devices. Daar kunnen bijvoorbeeld ook devices onder vallen die bijvoorbeeld in defensie worden gebruikt. Dus dat is niet specifiek verwezen naar de defensie-industrie. Maar er kunnen wel zeker transportvoertuigen, legertrucks, kunnen daar ook onder vallen, onder ons toezicht. Dat wel. Dat doet mij ook denken aan een andere vraag die hier werd gesteld. Rob geeft aan dat bedrijven die voertuigen maken, daaronder vallen. Maar wat voor bedrijven die onderleverancier zijn van voertuigmakers? Zo. Dat is eigenlijk de voedselketen valt er dan onder. Ja, bijvoorbeeld, het is enerzijds zo, je valt direct onder als jij in een bepaalde sector valt, hè, zoals we die hebben vermeld. Dus als jij dan leverancier bent van bijvoorbeeld iemand die auto's of bussen fabriceert, dan hoef je er niet per se onder te vallen, tenzij je in een bepaalde sector valt. Het is wel zo dat de NIS2 veel meer nadruk ligt op verantwoordelijkheid voor een goed supply chain management. Wij zullen dus wel ook die bedrijven, alle bedrijven die onder toezicht vallen, daar gaan wij kijken van in hoeverre heb jij ook cybersecurity in de keten afgedicht. Jij bent als afnemer verantwoordelijk. Nou is het niet zo dat je de tikschakels diep in de keten hoeft te gaan. Maar het is wel zo dat je bijvoorbeeld van jouw leverancier mag verwachten, ook eisen stellen, dat zij ook leveranciersmanagement hebben. En die ook weer. Dus zo gaat het toch door dan in de keten. Nou, dat zie je nu natuurlijk met andere certificeringen nu ook. Als een bedrijf ISO gecertificeerd is, dan willen ze graag alleen maar zaken doen met mensen die ook ISO gecertificeerd zijn. Ja. Om in ieder geval een aantal boxen te kunnen afvinken, zeg maar. Ja. Even eens kijken, er staat hier nog een vraag. De vrije aanwijzing, is dat voor beide categorieën? Volgens mij was dat een van de eerste slides die je liet zien. Dat je bijvoorbeeld, als er bepaalde bedrijven die er niet onder vallen, maar die wel belangrijk zijn, die kunnen worden aangewezen door lidstaten. Ja. Daar is een vraag over. Dat denk ik wel. Dat is een vraag van Raymond Zwarts. Misschien zou je nog heel even in de Q&A kunnen aangeven of dat inderdaad daarover ging. Want anders dan zie ik hem als beantwoord, maar anders dan kom ik er nog heel even op terug. Ja. Ik zie hier nog een vraag. Hoe worden public services uitgelegd? Rijksoverheid of ook lagere overheden? En voor welke dienstverlening? Of is dit nog niet duidelijk en wordt dit uitgewerkt in de nationale wetgeving? Dit is nog niet op dit moment duidelijk. Volgens me, het zou best kunnen dat er inderdaad ook lokale overheden onder gaan vallen. Mm-hmm. Dat sluit ik niet uit. Maar daar kan ik nu nog geen uitspraak over doen. Nee. Oké. Okay. Even kijken. Ik ben in ieder geval alvast heel erg blij dat MSP's er ook onder vallen. Want dat geeft ook aan dat we daar een stuk volwassener moeten gaan reageren. Ook die is geantwoord. Hoe zit het met veiligheidsregio's, meldkamers, opsporingsdiensten en defensie? Nou, volgens mij is daar een deel al beantwoord. Veiligheidsregio's vielen daar natuurlijk nog niet onder je antwoord. Maar... Ja, het zou best kunnen. Volgens mij zijn er ook aparte toezichthouders voor bedrijven die diensten verlenen aan bijvoorbeeld meldkamers en meldkamersystemen. Hoe dat precies gaat uitvallen onder de NIS2 en specifiek voor Nederland, daar zal ook nog niet het laatste woord over gezegd zijn. Dat zal nog uitgewerkt moeten worden hoe dat gaat lopen. Oké. Je haalde eerder in de presentatie aan dat het ging over waar het hoofdkantoor van vooral de grensoverschrijdende organisaties zitten. Ik weet niet of je hem hebt aangehaald, maar zijn entiteiten met een hoofdkantoor buiten de EU automatisch ook in scope?
Dat ligt op een heel anders, gaat dat. Entiteiten die bijvoorbeeld in Amerika een hoofdkantoor, maar die diensten verlenen aan Europese burgers, mm-hmm. die moeten een vertegenwoordiging hebben in Europa. En dus dan moeten ze een hoofdkantoor aanwijzen. Anders, ja. Ja, of overtreden ze de wet. Oké. Okay. Nou, dus degene die de plas over willen steken, van welke kant ook, die zullen dus gewoon echt een juridisch aanspreekbaar punt moeten hebben binnen de Europese grens. Dat is zelfs op dit moment zo al, onder de huidige NIS. Oké. Okay. Ja. Ja, maar daar vallen ze. Nu zijn er natuurlijk nog behoorlijk wat organisaties die qua regelgeving er nog niet, of tenminste die nog niet in het scope vallen van NIS. Dus mm-hmm. als die er straks wel onder gaan vallen, dan zal dat daaronder opgevangen worden, denk ik. Ja. Maar we hebben bijvoorbeeld al als toezichthouder een aantal vragen gehad van bedrijven die bijvoorbeeld digital service willen ontplooien hier, Japanse bedrijven. En die dan inderdaad gaan vragen voor hoe moeten we daaraan voldoen? Moeten we een Europese vestiging hier zeg maar oprichten? En ja, inderdaad, dat moeten ze dan. Ja. Dat is een duidelijke. Dat is ook wel een mooie. Er staat hier, ik zie de nodige overeenkomsten met de meldplicht, datalek en het toezicht door autoriteit persoonsgegevens, waarbij de informatiebeveiliging ook een verplichting vanuit de AVG is. Ja. Kan een organisatie straks een boete van zowel de AP als de AT krijgen? Over boetes kan ik daar niet zo erg over vertellen. Wat we wel, zoals dat hier al op deze slide staat, dat is dus entiteiten kunnen binnen meerdere sectoren vallen maar ook onder meerdere, zeg maar, wetten. Dus zelfs nu al, straks krijg je ook de DORA, dat is een wet voor de financiële sector, waarbij we dus ook bijvoorbeeld toezicht op de bijvoorbeeld DNB op cloud leveranciers die aan financiële dienstverleners services leveren. Ja. Daar zijn wij dus nu al in contact mee, tot als daar bijvoorbeeld zaken geïnspecteerd moeten worden of incidenten onderzocht worden, dat we gezamenlijk optreden. En dus er zullen ook afspraken over gemaakt worden, waarbij wij dus zullen streven gewoon naar dat er een samenwerking is. En hoe dat gaat uitvallen qua boetes, daar kan ik geen uitspraak over doen. Dat staat volgens mij nu ook allemaal nog. Ja, dit is de vooravond van. Precies. Ik denk dat ik er zelf wel een idee bij kan hebben, maar goed, ik schrijf die wetten ook niet, gelukkig. Ja. Ik zie hier twee vragen die zijn relatief aan elkaar gelinkt volgens mij. Wat is de relatie met andere regelgevende instanties zoals DNB, AFM en AP als het gaat om cybersecurity gerelateerde onderwerpen? Bijvoorbeeld een datalek, veelal een IT-gerelateerd incident. Dus zowel AP als agentschap telecom. Nou goed, dat zal dus nog duidelijk moeten worden. En in hoeverre wordt er dan door agentschap telecom gesteund op werkzaamheden uitgevoerd door interne toezichthoudende organen binnen het bedrijf? Bijvoorbeeld een interne accountantdienst. Natuurlijk, wij steunen niet expliciet op verklaringen, niet op SOC 2 verklaringen of certificeringen die zijn afgegeven door auditors. Mm-hmm. Wat we wel doen is dat wij deze informatie, als die er is, natuurlijk opvragen en dat wij daar kennis van nemen en dat wij dat gaan gebruiken. En maar wij zullen steeds zelfstandig tot bevindingen komen, waarbij we dan willen natuurlijk vermijden dat als die informatie al eens een keertje eerder is opgevraagd, dat we dat dan hetzelfde gaan vragen. Dat zou een beetje onzinnig zijn. Ja, precies. Ja. Ja, dan kom ik ook meteen op die tweede vraag die volgens mij een beetje over hetzelfde gaat. Je noemde net als voorbeeld Google. Of eerder in slides, als bankvoerders worden er nu audits uitgevoerd bij cloud service providers zoals Microsoft, AWS en Google. En dit alles ingegeven door de EBA-regelgeving. Betekent het nu dat vanuit NIS 2 in dit Europees verband dat dit geregeld gaat worden en dat ze kunnen steunen op die werkzaamheden? Nee. Laat ik zo zeggen, nee. Volgens mij
zover ik kan zien, zal het niet zo zijn dat de NIS 2 dan zulke zaken gaat echt vervangen. Het is ook weer zo dat waar samengewerkt kan worden, gaan we dat doen. Maar het is natuurlijk, we hebben nu eenmaal te maken met verschillende regelgevingen. Mm-hmm. Regelgeving is opgesteld met een specifiek doel. Maar waarbij we wel als toezichthouders gewoon verplicht zijn ook om meer samen te werken om overlap te voorkomen. Dus dat... Ja. Maar je kunt niet zeggen dat bijvoorbeeld... er zijn natuurlijk ook wel bepaalde zaken, zoals een lex specialis, om een bepaalde ene regelgeving de andere kan overroelen. Maar dat zal ook in sommige gevallen misschien van toepassing zijn. Maar dat kunnen we in dit stadium ook niet gelijk zeggen nu. Nee, die jurisprudentie die zal uiteindelijk gaan komen, denk ik, als die zaken zich voordoen. Ja. Even kijken. Is het al te bepalen of een bedrijf onder NIS 2 valt? Nou, volgens mij moet je dan inderdaad hoe noemden ze dat ook alweer? De audit of self-assessment doen, sorry. Dan kan je kijken, dan kan je in ieder geval kijken onder welke categorie valt, denk ik. Maar... Ik zou gewoon zeggen, in mijn presentatie staat de link naar de NIS 2. En daarin, op het einde, staan alle sectoren vermeld. Oh ja. Dat is ook zo. Ja. Dus kun je dat, op... dat zijn die twee tabellen, of die drie tabellen waar je het over had eerder. Ja. Dat zijn er twee tabellen. Eentje met, wat is het, critical en less critical of important entities. Die kun je dan bekijken. En daar staan bijvoorbeeld de fabrikagesector in, of de digital service providers. Kun je precies zien of jij in die categorie valt. Ja, precies. Nou, ik vond dat overzicht in die tabellen die je hebt gemaakt heel duidelijk. Nou, heel duidelijk. Het valt nog steeds te bezien of iedereen zich daarin kan vinden. Maar in ieder geval staan daar wel hoog over de sectoren in genoemd. Ja. Is CSA te vergelijken met FedRAMP? Zo. Sorry, die kan ik even niet van. Je noemt hier de... ik ga hem er heel even bij pakken. Ik pak even de slides, sorry. Je hebt de Cyber Security Act. Ja. Is die vergelijkbaar met FedRAMP? Volgens mij is dat een Amerikaanse regel. Maar ik weet alleen niet waar die precies onder valt. Die ken ik ook niet, nee. Het is in ieder geval een certificering. Waarbij je dus een security maatregelen horen. Waar je aan moet voldoen, security eisen. Plus natuurlijk certificeringen die worden uitgevoerd en die om de zoveel tijd ook gehaald worden. En waarbij dus ook regels gelden voor wanneer je een certificering kunt verliezen. Dat soort zaken. En dat is dus in het kader van de Cyber Security Act. Dus, ja. Die is al in werking getreden. Maar niet alle certificeringen zijn al uitgewerkt. Nee, dat kan ik me voorstellen. Zeker omdat als nog niet alle voorwaarden rond zijn. Ik skip heel even een paar vragen, want er staat er eentje wanneer de wet wordt goedgekeurd. In hoeverre is er dan een overgangsperiode te verwachten? Nou, dit is zo dus dat er... nu is die goedgekeurd door het Europees Parlement. Hij zal nog langs de Europese Raad moeten. Maar we verwachten dat dat hoogstwaarschijnlijk voor het eind van dit jaar gaat gebeuren. En dan zullen lidstaten nog 21 maanden de tijd hebben om de vertaling te maken naar de lokale wetgeving. Dat wil zeggen dus dat in Nederland de WBNI erop zal worden aangepast. De Wet Beveiliging Netwerk en Informatiesystemen. Dus eigenlijk dan zullen dus in die periode... Dat gaan we dan pas zien, zoiets medio 2024 of eind 2024, zoiets rond die tijd. Dan zal het van kracht worden. En eigenlijk hebben wij door middel van deze presentatie, maar ook vanuit economische zaken en diverse andere ministeries, zal er voldoende rugbaarheid aan worden gegeven, waardoor bedrijven zich erop kunnen voorbereiden. Ja. En dan zal nog... natuurlijk zo zijn dat als we het toezicht gaan opstarten,
tot we ook in eerste instantie natuurlijk een kennismaking doen, informatiesessies. Pas na enige tijd daar ook de inspecties gaan uitgevoerd worden. Maar in principe moeten bedrijven eigenlijk dan, wanneer de WBNI, de nieuwe WBNI, verkracht wordt, daaraan gaan voldoen. Ja. Oké. Laatste vraag, want er staan er nog een aantal, maar we moeten ook een beetje letten op de tijd. Jacco die staat te trappelen om zijn deel van de presentatie op te pakken. Er wordt hier nog gevraagd, met al deze ontwikkelingen lijkt het erop dat de diverse instanties behoorlijk moeten gaan groeien. Nou, dat is één ding wat zeker is. Volgens mij heeft iedereen daar last van, zeg maar. Hoe gaan de nieuwe mensen, ja? Ja. En hoe gaan ze personeel vinden gezien de huidige stand van zaken op dit gebied? Ik kan natuurlijk een heel mooi praatje doen, maar ik moet zeggen dat voor ons zelf, onze afdeling, dat wij tot nu toe gelukkig nog wel veel mensen kunnen vinden. En, ik denk dat dat natuurlijk, ja. Wij hebben er nog tot op heden niet acute problemen mee. Nee. Laat ik het zo zeggen. Nou ja, het zal natuurlijk wel een uitdaging worden. Het zal natuurlijk een uitdaging worden. Of is het allemaal te vissen in dezelfde vijver? Dat denk ik wel. En iemand die kennis heeft en kundig is op dit gebied, die hoeft zijn neus buiten de deur te steken en die heeft een baan ergens anders. Ja. Dus, ja. Maar het is natuurlijk een fantastisch beroep van inspecteur. Oh, dit gaat niet weg. Nee, we zitten in een industrie die niet weggaat. Dat is een ding wat zeker is. Nee, ja. Maar het is echt zo dat je dus een kijkje kan nemen bij verschillende bedrijven. Je moet natuurlijk wel, en dat is wel een uitdaging, we moeten mensen vinden die ook bijzonder toch wel een flinke bagage hebben. Want als jij natuurlijk met ervaren security officers wil gaan spreken en ook gaan toetsen van hoe hun informatiebeveiliging is geregeld, dat je dan niet als zeg maar iemand met 1 jaar ervaring kan aankomen die eigenlijk nauwelijks iets heeft gezien. Dus dat is wel een ding natuurlijk dat wij ook toch wel mensen moeten vinden die een gelijkwaardige gesprekspartner kunnen zijn voor de bedrijven waar wij te maken hebben. Ja. Maar van de andere kant, het is natuurlijk een uniek, een uniek beroep waarbij je dus ook, en ik denk ook dat veel mensen bij ons dat fijn vinden, dat ze ook wel toch wel een maatschappelijk impact kunnen maken en dat je ook wel dingen ziet die veranderd kunnen worden. Ja. Toch wel dingen in beweging kan brengen. Ja. Dat dus. Ja. Dankjewel voor alle informatie en vooral voor het beantwoorden van deze eerste set met vragen, want ze blijven binnenkomen. Okay. We hebben een horen des overvloeds aan vragen. Ik wil je bij deze danken en ik ga. Ik wil bij deze vragen of Jacco camera en microfoon paraat wil houden. Allebei gedaan al. Kijk, mooi zo. Jacco, jij gaat jezelf denk ik introduceren en slides laten zien. Ook voor jou geldt, ik heb wat vragen staan, die vallen nog een klein beetje onder de sectie van Rob. Maar wellicht dat jij daar ook nog eventjes een antwoord over kunt geven. Ik heb net gekeken naar de vragen die er bij Rob opkwamen. En de meeste had ik bijna in een presentatie opgenomen, zeg maar. Dus er is een behoorlijke overlap. Ja. Dat wisten we. Vandaar ook dat we een iets andere insteek hebben genomen. Ja. Maar dat is geen probleem. En ik ga gewoon even kijken waar we komen. Het belangrijkste is denk ik dat we juist die vragen gaan beantwoorden. Dus ik zal een korte introductie doen voor DTC. Maar daarnaast ook zoveel mogelijk ruimte juist laten voor die vragen, want ik denk dat we daar het meest aan hebben. Helemaal top, dankjewel. Nou, dan is bij deze het woord aan jou, Jacco. Dan ga ik ook mijn scherm delen. Het spannende moment. Yes, zichtbaar. Yes. Dankjewel. Hij doet het. Nou, welkom allemaal. Dank dat ik de tijd krijg om in ieder geval even aan te geven wat wij als DTC doen. En ook probeer ik daarna even in te gaan op
Die paar dingen die Rob mogelijk nog niet benoemd heeft, of bijvoorbeeld extra aandacht geven aan de meer beleidsmatige kant van de NIS. Als eerste, mijn naam is Jacke van der Kolk. Ik ben relatiemanager bij Digital Trust Center. En ik zal eerst even wat kort vertellen over wat het DTC precies doet, waar wij voor zijn en waar wij proberen te helpen. En daarna ga ik dan door naar de NIS. Hoofdtaken van het DTC, 5 jaar geleden ongeveer opgestart, is zorgen dat we ondernemend Nederland digitaal weerbaarder maken. Wij zijn opgericht in een tijd dat NCSC er wel was, maar zich alleen richtte op vitaal en rijksoverheid. En er was nog een grote groep die daar buiten viel en die wat minder goed geholpen werden op dat moment. Wij hebben als taak meegekregen, toen wij werden opgericht, om de bedrijven te voorzien van de betrouwbare en onafhankelijke informatie en het stimuleren van cybersecurity door samenwerkingsverbanden op te zetten. De poten waarmee we dat doen, want we zijn wel wat kleiner clubje. We zijn met z'n 24, maar toen begonnen met z'n 7e. Hebben we 3 poten waarop we dit proberen te bewerkstelligen. 1 is de voorlichting educatie. 2 is het stimuleren van samenwerkingsverbanden. En 3 is het doen van delen van dreigingsinformatie. En die zal ik stuk voor stuk even langslopen. Voorlichting en informatie doen we middels de website. De website is een heel laagdrempelige manier om informatie om ondernemers te helpen om digitaal weerbaarder te worden. Dus gewoon heel simpel, heel basic. De 5 basisprincipes, doe je updates, zorg voor backups, al dat soort dingen. Daarnaast proberen we ook met sociale mediakanalen en acties proberen wij echt die basis-awareness proberen we bij het bedrijfsleven te krijgen. Dus een voorbeeld van onze website, hier zie je de 5 basisprincipes. Hier geven we een beetje aan van oké, wat is er allemaal te halen? Op die website staan ook online tools. Online tools die gaan ietsjes verder. Dat is de basisscan cyberweerbaarheid. Bijvoorbeeld, dat is om even te laten zien van oké, waar sta je nou? Hoe digitaal weerbaar ben je? Zo'nzelfde soort hebben we geprobeerd te maken voor OT-industrie, dus voor procesautomatisering. En we hebben ook een risicoklasse tool, waarin je wordt gekeken van oké, hoe belangrijk is die cyber nou voor je? Hoe belangrijk is het digitaal? En hoe belangrijk is het dus om daar de nodige aandacht aan te geven? Daarnaast hebben we ook, en daar zou ik heel graag wat meer mensen van jullie ook aanwezig zouden zijn, hebben we de DTC Community. En dat is een plek waar we ruimte hebben voor ondernemers en werknemers om elkaar te helpen met dingen waar je tegenaan loopt op het gebied van cybersecurity. Dus vragen van elkaar beantwoorden. Wij zullen ook natuurlijk zoveel mogelijk vragen beantwoorden. Maar we proberen echt te zorgen dat we elkaar aan het helpen. Samenwerking is in onze ogen echt super belangrijk. Dus dit hebben we geprobeerd op te zetten, omdat wij denken dat iedereen hier wat aan heeft. Daarnaast proberen wij om die samenwerking nog verder op gang te brengen, samenwerkingsverbanden aan te jagen. Dat doen we door een subsidieregeling. Per jaar mogen wij 1 miljoen euro uitdelen om bedrijven die gezamenlijk besluiten om tools te ontwikkelen of initiatieven te ontplooien om ondernemend Nederland digitaal weerbaarder te maken, om die verder te helpen en stapjes te maken. Dat kunnen regionale samenwerkingsverbanden zijn, dat kunnen sectorale samenwerkingsverbanden zijn, dat kunnen brancheorganisaties zijn. Verschillende voorbeelden, bijvoorbeeld van sectorale samenwerking, zien we bij FERM in de haven, of ja, dat is sectoraal en regionaal. Maar we zien ook Brainport met de high-tech maakindustrie. Brancheorganisaties zijn er verschillende, zoals de Techniek, de Metaalunie, al dat soort partijen, daar proberen we echt mee samen te werken. En sectoraal zien we ook heel veel dat we met ISACs samenwerken, de Information Sharing and Analysis Center. Dat zijn de plekken, die kennen jullie ongetwijfeld, waar je informatie met elkaar kunt delen. Dit is even om te laten zien dat we best goed bezig zijn, maar nog lang niet genoeg. En dan als laatste poot, en die is wel even heel belangrijk voor ons, want toen wij 4,5 jaar geleden opgericht zijn,
Dat had te maken met bijvoorbeeld iets als een Citrix-affaire, die zal bij jullie allemaal bekend zijn. En toen bleek dat er informatie bij de overheid bleef hangen en niet bij het bedrijfsleven kwam. Wij zijn opgericht en wij wilden die informatie gelijk gaan delen. Dat was wat minder makkelijk dan wij gedacht hadden. We hadden het grote probleem dat je dan wetmatig ook allemaal dingen moet regelen. Dus daar zijn we heel druk mee bezig geweest. En er is een aparte DTC-wet gemaakt. De wet heet officieel Wet Bevordering Digitale Weerbaarheid Bedrijven. En die afkorting is echt onhaalbaar om te onthouden. Maar een voordeel wat we hadden is dat Mona Keizer ongeveer 1,5 jaar geleden in juni heeft gezegd van, tegen de Kamer... van joh, we vinden dit zo belangrijk, we willen nu alvast gaan notificeren. En dat mocht, dus daar zijn we heel erg blij mee. Dus op dit moment kunnen wij dreigingsinformatie, twee soorten dreigingsinformatie delen. De algemene informatie en de specifieke informatie. Algemene informatie zijn kwetsbaarheden in software, kwetsbaarheden in systemen, die we gewoon kunnen delen zonder dat daar specifiek één bedrijf bij betrokken is. Dat kan dus bijvoorbeeld een Discord zijn, maar er zijn er veel van dit soort voorbeelden, die kennen jullie ongetwijfeld. Die delen we zo breed mogelijk. En daarnaast hebben we specifieke dreigingsinformatie, dus als wij lijsten krijgen van IP-nummers, van mailadressen die op een lijst staan en dergelijke, dan kunnen wij die ook delen met die specifieke bedrijven. We hebben een pilot met een aantal bedrijven die echt daar gegevens voor hebben aangeleverd. Maar dat kunnen we ook doen voor bedrijven die dat niet hebben gedaan. Dus dat is het ongevraagd notificeren. En dan kunnen we echt informatie... dan zoeken we aan de hand van die IP-nummers, aan de hand van de lijsten, zoeken we de informatie erbij. Zoeken we op welk bedrijf het betreft. En kunnen we echt gaan bellen. Dus daar zijn we heel blij mee dat we dat nu mogen. Toekomst, en dat is denk ik ook een belangrijke. We gaan, als het goed is, samen met het NCC... en het CISO DSP een nieuwe organisatie vormen. Met name omdat we ook zien dat die versnippering en de onduidelijkheid of iemand vitaal is, niet vitaal is. En dat wordt alleen maar erger met de NIS natuurlijk, met essentieel en belangrijk. Dat willen we zoveel mogelijk tegengaan en ook wat efficiënter omgaan met de kennis en de mogelijkheden. Dat is een overheidstraject, laat ik het voorzichtig zo zeggen. Dus... daar is aangegeven dat we dat in 2026 voor elkaar zullen krijgen. Dus dat is ruim de tijdnemend. Maar dat heeft ook te maken omdat de wetten moeten worden aangepast. En ook met locaties en al dat soort dingen. Dus daar zijn we druk mee bezig. Dit heeft ook echt wel gevolgen voor de dingen die in de NIS 2 nu naar voren komen. Dus we gaan wel alle dingen die vanuit NIS moeten gebeuren zoveel mogelijk al samen oppakken. Dat we daar niet een heel verschil in gaan krijgen. Dan kom ik nu bij de NIS 2. En de tijdslijn, die is net al even door Rob benoemd. We staan nu op het punt dat er echt nog twee kleine hordes moeten worden genomen. Inderdaad, de raad, en dan moet het nog gepubliceerd worden. En dan gaan we het nationale wetgevingstraject in. Dat betekent dat de ministeries moeten gaan afstemmen van oké, wie gaat wat doen? Waar komen de verantwoordelijkheden te liggen? Hoe gaan we het precies indelen? Dan moeten de wetteksten geschreven worden. Dan wordt er geconsulteerd. Dus ook het bedrijfsleven wordt wel weer meegenomen in van... wat vinden jullie ervan? Wat zouden anders moeten? Wat zouden we moeten doen? En dan krijgen we een heel parlementair proces en een bekrachtiging. Dus dat is nog echt een heel lang project. Voordat een NIS werkelijk waar in een... Nou, noem het even WBNI 3... wordt verankerd, laat ik het zo zeggen. En dat is ook waarom ik eigenlijk niet meer zoveel kan opschrijven. Want we zitten nu in dat proces. We krijgen nu, ik heb vandaag ook voor het eerst gekregen de officiële versie. Die kunnen jullie nu ook downloaden van wat die NIS 2 nu precies inhoudt. We zijn al wel in overleg natuurlijk. Maar er wordt nu gekeken... van oké, wat kunnen we gaan doen? We verwachten dat het gepubliceerd is eind november of december, dat we dan die 21 maanden ingaat. En dan hebben we nog echt heel veel werk te doen om dat hele proces in gang te krijgen. Wat ik wel wou zeggen over de NIS, is eigenlijk heel
heel bazaal. Het meeste heeft Rob net al genoemd. Dingen die in het oog springen zijn de boetes. De verantwoordelijkheid voor de organisaties. Maar er zitten ook heel veel verantwoordelijkheden voor de overheid in. En die zien we ook. Een van de meest voorkomende vragen is van, oké, vallen we nu onder de NIS 2? Dat is een lastig om te beantwoorden, zelfs voor ons als overheid. Want er worden in de NIS 2 worden een aantal dingen aangegeven van een aantal sectoren, die vallen erin. Maar ja, er zijn ook nog sectoren die niet zo heel duidelijk omschreven staan. Valt de lokale overheid er nou wel bij, valt de lokale overheid er niet bij? Dat wordt voor een belangrijk gedeelte ook bepaald in nationale wetgeving. Daar zijn op dit moment ministeries met elkaar over in gesprek van wie daaronder gaan vallen, wie niet, wie er aangewezen worden en wie niet. We hebben ons wel voorgenomen en daarom ook ben ik hier ook. En ik hoop nog wel een paar keer terug te komen op het moment dat ik echt wat meer kan zeggen. Want op een bepaalde manier kan ik nu eigenlijk heel weinig vertellen, omdat er nog weinig echt duidelijk is. Maar in de loop van het proces, zodra daar meer duidelijk is, willen we dat echt gewoon aan jullie zo snel mogelijk vertellen. En ook vragen kijken van hoe dat bij jullie leeft. Het belangrijke van de NIS is dat het echt focust op informatie delen. Er staan wat dingen in, dat zag ik vandaag toevallig. Echt dat de overheid waarschijnlijk meer mag met delen, met informatie. Dat zal wel heel fijn zijn. Maar dat moet ik ook nog uitzoeken of dat echt het geval is. Dat zal juridisch ook uit worden gezocht. Maar je ziet ook dat met name bijvoorbeeld op de Europese kwetsbaarheden, daar gaat ENISA echt een database voor aanmaken. En je ziet ook een verantwoordelijkheid bij het bedrijfsleven. Wat Rob al zei, essentieel en belangrijk zijn belangrijke verschillen. Maar essentieel en belangrijk moeten zich ook, die moeten hun gegevens aangeven aan een Nederlandse, een Nederlands entiteit. Waarschijnlijk wordt dat het NCC. Waar ze moeten aangeven wat hun contactgegevens zijn, zodat ze ze kunnen behandelen. En daarin kunnen ze ook hun P-reeks kwijt en dergelijke, zodat we ze kunnen helpen. Die structuren, die informatiestructuren, die moeten ook allemaal door de overheid worden opgezet. En daar zullen we de komende tijd gewoon heel erg druk mee zijn. Voor de rest, ik ben heel benieuwd wat voor vragen er van jullie zijn. Ik heb een heleboel dingetjes die ik zou kunnen benoemen, maar 90, misschien wel 95% van al die dingen is al benoemd door Rob. Voor het DTC zie ik echt heel sterk dat wij echt ook in de NIS 2 wordt heel veel aandacht gegeven aan ook een contactpunt voor kleine MKB-bedrijven. Dat er ook goed wordt gekeken van dat bedrijven die buiten essentieel en belangrijk vallen, ook worden geholpen in hun cyberhygiëne. En dat we als overheid ook heel erg belangrijk een belangrijke rol krijgen om publieke en private samenwerkingen die met elkaar informatie proberen te delen, om die echt te ondersteunen. Dat zijn de dingen waar wij mee bezig zijn. Zijn daar nog vragen over? Kom ik heel even om de hoek. Ik zie nog geen vragen. Daar niet specifiek daarover. Ik ben hier voor een aantal andere vragen. Ja, er staan er nog wel een aantal tussen, ja, die we wel eventueel kunnen opnemen. Hier. Werkt het DTC ook samen met DVD, met name op het delen van kwetsbaarheden? Absoluut. We werken samen met DVD. We hebben bij de vorige subsidieronde ook subsidie aan ze gegeven, omdat we het een hele belangrijke partij vinden. Een van de dingen die in de NIS naar voren komt, is dat wij als overheid ook mogen scannen. Op verzoek van de entiteiten. Maar ik verwacht dat de DVD nog steeds daar een ruimere rol in heeft. Want als de overheid moeten we volgens de letter van de wet fungeren. En de DVD mag gelukkig volgens de geest van de wet werken. Waardoor zij gewoon net iets wat meer kunnen. En ik denk ook dat het belangrijk is dat dat niet door de overheid gebeurt. Laat ik het zo voorzichtig zeggen.
Dus wij werken met ze samen. Wij krijgen ook lijsten van ze. We maken afspraken over dat wij kunnen notificeren. In een aantal gevallen doen ze dat geautomatiseerd via het Nederlands Security Meldpunt. Echt een heel goed initiatief, heel mooi initiatief. Maar in een aantal gevallen denken we toch dat het belangrijk is om de bedrijven echt rechtstreeks te benaderen en niet geautomatiseerd. En in dat geval proberen wij nu dat wij dan inderdaad notificeren vanuit de lijsten die van DVD krijgen. Dus ja, perfect initiatief. Mooi, ja. Verder was er ook nog even de lokale overheden. Nou, ja. Lokale overheden is de vraag even of die worden aangewezen. Daar zijn ze nu mee bezig van, moeten we lokale overheden, moeten we die aanwijzen of niet? Hetzelfde geldt ook een beetje in de zorg. Hè? Het is niet helemaal afgebakend wat er nou precies onder valt. Dus daar zit ook een verantwoordelijkheid voor de ministeries, voor de vakdepartementen. Net zoals dat nu ook was met vitaal en niet vitaal verklaren. In dat opzicht werden we ook wel als voorbeeld aangehaald waarom een NIS 2 nodig was. Want in de Europese Raad werd toen ook gezegd van ja, er zijn zelfs landen waar zorg niet als vitaal wordt gezien. Dat waren wij. Want bij ons viel de ziekenhuizen niet binnen de vitale sector vandaag. Nee, dat is waar. Ja. Ja. Ja, dat is wel een realisatiemoment eigenlijk hier op mijn plek. Ja, dat is heel bijzonder, ja. Is dat. Ja. Nee, en daarnaast ook wel heel erg leuk. Jullie gaven aan van oké, hoe zit dat met het personeelsgebrek? Ja. Vanuit de S2 wordt eigenlijk gezegd, er moet een nationaal cert komen. Nou, dat zal waarschijnlijk het NCC gaan verzorgen. Maar daarnaast moeten er sectorale certs komen voor de belangrijke sectoren. Het is nog even onduidelijk van hoe dat precies gaat uitwerken. Want er zijn een aantal sectoren bij ons in Nederland die al een behoorlijk goed werkend cert hebben. Ik noem even een zorgcert, die gewoon al heel goed functioneert. Er zijn natuurlijk ook sectoren waar dat wat minder het geval is. Maar een van de dingen die echt in de NIS staat, is dat de overheid ook moet zorgen dat die C-certs voldoende gekwalificeerd personeel gaan krijgen. Dus over die uitdaging, ja, daar zijn we ook heel erg mee bezig. Want dat wordt er ook eentje, absoluut. Ja. Ja, vanuit zeg maar niet deze rol, maar vanuit de rol die ik in het dagelijks leven bekleed, zie ik wel dat, daar doe ik veel zaken met managed services providers. Die waren van oudsher of telecom of netwerk of IT. Maar die willen nu graag die stap maken naar managed security services provider. Maar zoals ook al eerder is aangegeven, het vinden van het correcte geschoolde personeel. Mensen die ook daadwerkelijk willen blijven om een organisatie op een hoger plan te krijgen. Dat is lastig. Want een kleine ondernemer, of zelfs de middelgrote ondernemer, zal waarschijnlijk enorm veel concurrentie hebben. Maar is het dan, ga je dat dan zien dat op een goed moment dit soort diensten door centrale managed services kunnen worden aangenomen en dat bedrijven dat kunnen samen doen of iets dergelijks? Als DTC zijn we natuurlijk heel erg betrokken bij het wat tot nu toe in ieder geval niet vitaal en is. Wat niet onder de vitale infrastructuur viel. En daar zitten een heleboel kleinere MKB-bedrijven bij. Die hebben heel weinig kennis. En eigenlijk die Cyber Security Act geeft aan dat er een certificering gaat ontstaan voor de diensten en services op IT-gebied. Ik verwacht daar eigenlijk heel veel van, zodat de wat kleinere partijen daarop kunnen vertrouwen dat zij de goede organisaties kunnen inschakelen. Ja. Dat zie je bij de NIS ook. In de risicoanalyse zit ook een toelevercierscheck. Heb je daar ook een soort van verantwoordelijkheid voor. Dus het initiatief wat door ASML ontwikkeld is en wat nu wat breder wordt opgepakt, dat SIRA. Dat is ook natuurlijk een heel, heel nuttig iets voor bedrijven om te kijken of zij ook wat meer aan aan hulp kunnen bieden en aan checks kunnen doen bij hun leveranciers en hun afnemers. Dus echt in de supply chain, om te kijken of ze daar ook security goed in orde hebben.
Ja, dus de ketenverantwoordelijkheid, daar wordt wat meer op aangestuurd in feite. Exact, ja. Ik zie hier nog een vraag staan over Isaac MSP mist nu vooral TLP Amber. Nu weet ik niet, dat zijn ongetwijfeld hele mooie afkortingen, waarvan ik niet weet, dat is IT hè, struikelopende dus, afkortingen. Ja, nee, gaat dit nog veranderen? De TLP Amber is, dat is informatie die je echt binnenkrijgt en waar je echt wat minder mee kan doen. Eigenlijk wil je alles vergroenen. De TLP is Traffic Light Protocol. En dat is bepalen van wat je, als je informatie binnenkrijgt, met wie je die informatie mag delen. Zeker als je in een ISAC zit. Sommige, de ISACs zijn er om van elkaar te leren van wat je hebt gedaan. Het zwaarste TLP-protocol is rood. En dat betekent dat je het niet mag opschrijven. Dan luister je naar en je mag het niet meer doorzeggen. Dat is best wel lastig, maar... Het geeft aan dat je in een vertrouwde omgeving, als je een fuck up hebt gemaakt en je hebt een stomme fout gemaakt, dat je de ander kan helpen om te zorgen dat die niet ook die fout maakt. Daar komt het eigenlijk op neer. Amber is wel dat je het met je eigen organisatie mag delen, maar is ook nog behoorlijk beperkt. Eigenlijk wil je de informatie zoveel groen of wit mogelijk maken. In een groot aantal gevallen kan dat best als je er wat verder op doorvraagt en als je wat informatie weglaat, zodat ze dat kunnen doen. Het is iets waar ik constant mee bezig ben. Ik zit in een aantal ISACs van, oké, is dit echt Amber of kunnen we het breder delen? Maar dat is ook wennen aan elkaar. Dit heeft niet specifiek met NIS 2 of dat soort dingen te maken. Dit is echt vertrouwelijkheid van informatie. Ja, dat bestaat natuurlijk al langer. Er staat hier ook een vraag specifiek aan jou, Jacco. Wat adviseer je een bedrijf dat vermoedt dat het straks onder NIS 2 valt, maar nog geen certificering heeft? Alvast ISO 27001 halen. Ik weet niet of dat sneller is, overigens. Maar... Om daarop vooruit te lopen en daarom ISO te halen. ISO moet je halen omdat je denkt dat het goed voor je bedrijf is. En omdat het verstandig is om te doen. Maar niet om aan de NIS te gaan voldoen. Dat zal denk ik niet wezen. Ik denk niet dat de goede motivatie is in ieder geval. Oké. De aanvulling op die vraag net van TLP Amber. Verduidelijking, als MSP krijg je geen Energy NCSC informatie en dat bedoelde hij. Ik hoop echt. En ik las er iets over in de ding vandaag, van de laatste versie. En daar stond echt in dat de informatie tussen C-certs breder gedeeld zou mogen worden. En dat werd ook verwezen naar een AP. Maar daarna kwamen er een heleboel verwijzingen naar richtlijnen en andere wetten en andere dingen. Dus dat moet ik even uitzoeken. Ik hoop het echt van harte. De WBNI 2 die nu komt, betekent al dat NCC iets meer informatie mag gaan delen met schakelorganisaties. We moeten nog veel meer stappen maken. In dat opzicht, onze AP is denk ik het strengste van heel Europa. En maakt sommige dingen gewoon wat lastig voor ons. Ja. Mag ik nog heel eventjes vragen of Rob nog in de house is en of die er nog heel even bij kan komen? Want ik heb nog wat vragen die ook aan hem gesteld worden. Ik zal mijn deel delen. Ze van en ze only. Even kijken. Wordt er op Europees niveau toezicht gehouden op de nationale toezichthouders zoals Agentschap Telecom? Ja, dat is een heel erg leuke. Zoals je zag in mijn presentatie, gaat ook toezicht gehouden worden op overheden. Ja. Misschien zal er ook Agentschap Telecom ondervallen. Dat weet je nog niet gelijk. Het is wel zo dat er een soort peer review komt tussen toezichthouders, onderling. Ja. Dat staat ook in de NIS. En dus hoe dat precies gaat uitwerken, dat weet ik ook op dit moment niet. Maar dat gaat er wel zeker komen. Volgens mij is dat op de toezichthouders en ook op de C-certs. Dat ze echt elkaar gaan beoordelen over de landen heen.
Oh, dat wordt zelfs over de grens heen getrokken. Okay. Ja. Ja, oké. Okay. Ja, dit ook denk ik om een gelijkwaardig toezicht te krijgen tussen lidstaten onderling. Hè. Dat is natuurlijk ook zo. Je kunt je allerlei dingen gaan bedenken. Dat bijvoorbeeld bepaalde bedrijven juist hun hoofdvestiging ergens gaan neerzetten in een lidstaat waarvan zij denken dat het wat minder zal zijn. Ja, ja. Waar er wat gebrek is aan personeel, waardoor ze wat makkelijker door de mazen van de wet heen kunnen. Ja, ja. In dat geval, het is ook belangrijk om te beseffen dat een belangrijk doel van de NIS 2 ook is om de veiligheid over heel Europa wat meer gelijk te trekken. Te zorgen dat er niet bepaalde landen echt onder aankomen, omdat die dan extra risicovol zijn, maar de andere landen toch ook weer last van krijgen. Ja. Ja, dan krijg je op een hoger niveau eigenlijk een ketenverantwoordelijkheid. Dat landen die het minder goed voor elkaar hebben, dus aanvalsvector kunnen worden op anderen. Ja, en dat zie je ook echt. In de NIS staat ook echt wel dat wij hebben als overheid hebben we echt een plicht naar de bedrijven toe om een aantal dingen echt gewoon beter te regelen dan we dat nu doen. Mm-hmm. Maar datzelfde geldt ook voor een Europa die echt met duidelijkere richtlijnen komt, die met praktischere adviezen gaat komen dan dat nu gebeurt, om te zorgen dat we meer lijn krijgen in de cyberveiligheid. Ja. Nou, ik geloof dat we voorlopig nog wel wat werk te doen hebben. Dat vind ik in ieder geval wel graag. Even eens kijken, is er of komt er een overzicht van hoe NIS 2 zich verhoudt tot ISO 27002 of SOC 2 bijvoorbeeld? Dit om te bepalen waar de gaps zitten. Dat is trouwens ook wel een mooie vraag voor de wat meer internationaal georiënteerde bedrijven, denk ik. Ja. Nou, eigenlijk als je gaat kijken naar de NIS 2, die je dus gewoon kunt downloaden. Ja. Dan zul je zien dat er een aantal security, dus maatregelen in staan. Die staan ook in mijn presentatie. En qua detail staan die niet eigenlijk in verhouding tot de mate van detail zoals er in de ISO 27000 staat geschreven. Mm-hmm. Dus wat dat betreft is het slechts een tot security op hoofdlijnen. Okay, het is niet een... Het is ook een richtlijn op het niveau van wetgeving. En die, de security maatregelen zoals die in de NIS 2 staan, die zullen wel in de omzetting naar de Nederlandse wet, WBNI, die komen waarschijnlijk te staan in de besluit beveiliging netwerk en informatiesystemen. Dat is eigenlijk een soort nadere uitwerking van de WBNI. Ja. Maar dan komt het zelfs ook niet tot dat niveau. En die mate van detail. Want je wil ook niet dat wetgeving zo minimalistisch en gedetailleerd zal zijn tot die op dat niveau gaat. Daarom hebben organisaties toch nog een mate van vrijheid om zelf invulling te geven eraan. Ik denk ook niet dat je dat zou moeten willen. Tot wij echt op maatregelniveau helemaal uitgeschreven met een soort checklistje langs elke organisatie gaan. Dan heb je dat. Want die zaken die zijn ook allemaal... Kijk, hoe verder tot je in detail gaat, hoe meer... hoe minder maatwerk dat je kan eigenlijk ook geven. Want elke organisatie heeft zijn specifieke uitdagingen. En die zal ook op... voor de ene organisatie zal die maatregel belangrijk zijn, omdat dat risico moet worden afgedekt en van de andere die andere. Dus ja, dat zou precies. Willen eigenlijk, zoiets. Ja, het beperkt je te veel als je het vaststelt op die manier in plaats van dat het een guideline is. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, hier zie ik ook een paar mooie opmerkingen weer over het landelijk personeelstekort. Ja, dus komen de audits dan niet in het geding? Ja, dat was nog net even aan het eind van jouw presentatie, Rob. Dat zal moeten blijken. Ik denk dat hier ondertussen ook wel... Je zult denk ik gaan zien dat organisaties die hierin kunnen voorzien, gaan opstaan en daar een marktaandeel in gaan invullen. En misschien wel audits gaan doen om te kijken in hoeverre je NIS 2 goed hebt ingevuld.
Ja. Maar mogen commerciële bedrijven, dus niet de instellingen zoals het AT bijvoorbeeld, mogen die audits gaan doen namens een organisatie zoals Agentschap Telecom? Nee, wij gaan niet werken met, zeg maar, qua toezicht zal dat zeker niet gebeuren op de NIS 2. Nee. Het is wel zo dat bij de Cyber Security Act, waarbij certificeringen worden afgegeven, zullen worden gewerkt met conformity assessment bodies, die dus eigenlijk al certificeringen zoals ISO 27000 gaan afnemen. En die komen, maar die staan ook onder toezicht van de Raad van Accreditatie. En dat is een ander verhaal. Dat gaat over de Cyber Security Act certificeringen. Ja. Maar qua toezicht op het compliance met de NIS 2 zullen wij zeker niet gebruik gaan maken van derde organisaties nu. Dat is in ieder geval niet het huidige plan zoals wij en ook de huidige manier van toezicht houden zoals wij dat nu op dit moment doen. Nee. Oké. Even kijken. Als ik het goed begrepen heb, zou er eind dit jaar een definitieve NIS 2 zijn. Klopt dat? Ja. Ja. Oké. Okay. Even kijken. Even teruglezen. Dat is gedaan. Voor lokale overheden, te weten gemeenten, bestaat er reeds de IBD. Voor andere entiteiten, GGD-zorginstellingen, zou ik het niet weten. Dus meer een mededeling, denk ik. Klopt dat? Ja. Ja, maar het zorgcert, je hebt het zorgcert wat eigenlijk voor de zorgsector, voor de thuisen doet. En ik heb begrepen dat die hun dienstverlening nog verder willen uitbreiden naar de hele zorgsector echt. IBD heeft dat voor de gemeentes, volgens mij ook. Ja, ja. Oké. Okay. Als aanvulling daarop zie ik nog een andere vraag. Zegt Rob nu dat BIO, de Baseline Informatie Security Overheid, die is gebaseerd op ISO 27001 serie, strikter en specifieker zijn dan de NIS 2 zal gaan verplichten. Dus overheden zijn al klaar. Nou, nee, dat is dat is wel te kort op de bocht. Nee, het is zo dat, zoals ook valt te lezen op onze website, met name wat betreft het security self-assessment voor digital service providers. Daar hebben we ook een stukje geschreven over certificeringen, bestaande certificeringen. Certificeringen, die moedigen we altijd aan. Dat is een goede basis, biedt dat. Dat dwingt je toch je informatiebeveiliging op orde te brengen. Dat is zeker, maar net zoals het ook bij die CSA-certificeringen betekent, niet dat je per default compliant bent. Het is een goede start. En we moedigen er ook aan. Maar het is niet dat je dan zegt van nou, ik ben er helemaal klaar mee. Ik heb, wat er ook gebeurt, er valt niks op aan te merken bij mij. Want je bent nooit klaar met informatiebeveiliging. Het is een ongoing proces. Je zult er altijd bij moeten blijven. En je hebt natuurlijk ook helemaal zelf je eigen verantwoordelijkheid te doen. Ja. Ja, dus ik zie er hier nog eentje. Dat is van, ik denk dat we het dan moeten afronden. Ik zie hier eentje. De USA CISA vraagt van federale overheden periodiek automatisch gegenereerde asset overviews en vulnerability scans. Ligt het in de toekomst dat dit ook gaat komen in een NIS 3 bijvoorbeeld? Nou, laten we eerst maar eens beginnen met de NIS 2. Ja. Er worden echt wel wat eisen gesteld aan, als je een essentiële of een belangrijke organisatie bent, worden er echt wel wat eisen gesteld aan waar je aan moet voldoen. En dat betekent ook risicoanalyse, dat betekent ook als je getroffen bent, dat je wat rapportage moet doorgeven, Maar dus ik denk dat we aardig in de buurt komen. Maar ik weet niet precies hoe zwaar die bij de CISA is. Nee. Maar er staan ook wel zaken in de NIS 2 van dat je IP-ranges al moet afleveren. Of in ieder geval laten weten welke IP-ranges dat je als bedrijf hebt.
En dat wij ook als toezichthouder bijvoorbeeld ook security scans mogen laten uitvoeren door trained professionals, zoals dat heet. Ja. Maar dat zijn allemaal zaken die tot de mogelijkheden behoren. Maar dat betekent niet, ik zie het nog niet in ieder geval gebeuren, dat wij een heel asset overview gaan vragen. Om dat bijvoorbeeld in de zoveel tijd te gaan produceren. Dat, nee, dat staat er in ieder geval nu niet in. Wel een leuke suggestie om mee te nemen naar NIS 3. Ja, ja. Zeker. en CISA wil het blijkbaar elke maand zien. Nou ja, kijk, ik denk dat NIS 2 of ISO of welke certificering ook, op het moment dat het enigszins iets meer is waarop aansprakelijkheid is en accreditatie plaatsvindt, dan worden dit soort scans en dit soort overzichten veelal gevraagd al, om in ieder geval te weten voor je due care en due diligence. En dat komt ook weer een beetje terug op dat hele NIST-framework. Je kunt niet beveiligen waarvan je niet weet dat je het hebt. Dus dat hele identify-verhaal, dat moet wel plaatsvinden. Tot op een bepaalde hoogte. Kijkend naar de tijd, 20:54. Ik denk, jeetje, die tijd die krijgen we niet vol. Maar ik denk dat als we de vragen door laten gaan, dat we voorbij 2100 uur gaan. Ik wil hier namens de evenementencommissie, en dat klinkt een beetje als de feestcommissie, maar het is de afdeling webinars van het Dutch IC Square Chapter, wil ik in ieder geval zowel Rob als Jacco bedanken voor de onwijs hoeveelheid informatie die jullie gedeeld hebben. Volgens mij hebben we nog nooit zoveel vragen gehad in één Q&A-sessie, waarvoor dank. Nogmaals wil ik ook heel even terugkomen op de mededeling die Brenda heeft gedaan. Het chapter is, wordt gedraaid door allemaal vrijwilligers. En deze vrijwilligers die doen hun stinkende best om alles voor elkaar te krijgen. Maar daar zou nog wel wat hulp bij kunnen komen. En dat hoeft misschien niet vol tijd. Maar als je als bezoeker van deze webinars denkt van, nou, ik kan best wel eens wat tijd spenderen aan het chapter. Graag. Dat zullen we. Dat kan naar events@chapter.isc2.nl gestuurd worden. Dat is de eerste mailbox die me nu te binnen schiet, waar je informatie naartoe kan sturen. Dan komt dat ongetwijfeld ergens binnen. En dan kan dat voorgelegd worden bij de rest van het bestuur. Nogmaals, dan kunnen dit soort events ook door blijven gaan. De vragen ga ik alle antwoorden van proberen op papier te krijgen. Dat zal in een los verslag bij de slides worden gedeeld. De video wordt strakjes door Zoom even in elkaar gezet. En die wordt begin en eind netjes eventjes opgeschoond. Die wordt gepubliceerd op YouTube, als ik het goed zeg. En daarmee wil ik een ieder danken voor de tijd, aanwezigheid en aandacht. Oh, en de links die komen op de website te staan. En die zullen waarschijnlijk onder de specifieke eventspagina terechtkomen. Dus bij deze, Jacco, Rob, nogmaals dank. En iedereen die aanwezig was, een fijne avond en tot een volgende webinar.